Nee, zo'n voetgangers- en fietsersbrug die naar de overkant van de leien gaat. En die draait als er boten moeten passeren. Die is momenteel aan het draaien, dus ik kan niet naar de overkant van de leien. Maar het is wel cool om te zien. En daar staat in de sluis een boot te wachten, een schip te wachten die dan door kan varen. Heel cool om te zien, maar daar is de leien. De Brouwer Oma woonde vroeger daar. En ik weet dat ze hier ooit bezig waren met een soort van vistrap te maken. Dus de leien wordt hier afgetakt. En dan doet hij zo rondjes om daar dan uiteindelijk in een zijarm van de leien te belanden. En om zo de vissen kans te geven om te broeden, omdat dat blijkbaar goede plekjes zijn om te broeden. Maar het is echt jaren geleden dat ik hier voorbij ben gelopen, dus het is tof om dat hier te zien tot werkelijkheid worden. Er moet hier wel nog wat groen komen, denk ik. Maar chapeau wel, echt waar. Ja, ik ga tennissen. We hebben gisteren een mail gekregen van de tennisclub dat ze morgen de netten weghalen in de club. Ze gingen dat eigenlijk al veel langer doen, maar door corona hebben we nog wel weer kunnen spelen. En dus hebben we natuurlijk en ik beslist om nu nog snel, net voor het donker wordt, te gaan tennissen. Ik vrees dat we niet meer zo lang gaan kunnen spelen. Het is nu 20 na 4. Het is donker, 4:45, dus we hebben nog 20 minuten. Wow, de camera ziet er nog zo licht uit, want het is echt niet meer zo licht. We beginnen wel af te krijgen van de schemering. Het is 4-3. 5-4 voor Angelique. Spannend moment, het is 40-15, matchbal voor Angelique. 40-30, tweede matchbal. Het is 40 gelijk. Ja! 5-5, de match is nog niet gedaan. 4-0! Oh, ik heb hem wel zeer gedaan, hè. Ik kon niet! Oh, jammer! Man! Fuck, alles! Yes, gewonnen. Damn it! Goed dan. Maar met tennis een tijd om reet te komen halen. Ik ga weer niet happy zijn. Het is nooit happy als ik kom halen van school, want hij wil verder spelen. Dag Boeleke! Nee. Hey! Hey! Reetje! Ben je boos? Ben je boos, schat? Ik wil net! Wat? Wat? Ik heb Ray gelukkig kunnen overtuigen met een snoepje. Oldest trick in the book. Ray, je hebt trouwens ook niet door dat ik jou kom halen met de auto, hè? Welke auto? Waren wij niet met de fiets vanmorgen? Ja. Waarom zijn we dan niet met de fiets? Dat komt er tegen. Waar is jouw fiets dan? Ik heb in de koffer gestopt. Wat voor kleur wil je? Een rode. Of een coca smaak. Een coca. Dank u, schat. Smakelijk. Ook voor de mensen. Auto. Ja, ga maar. Deur dicht. Kom een beetje chillen. Goedemorgen, Ray. Welke dag is het vandaag? Woensdag. En nog 4 keer slapen, dan komt Sinterklaas. Haha, ja, leuk. En morgen komt Sinterklaas naar onze school.
Joepie! Joepie, ik zit hier weer aan mijn bureau. Ik heb juist gegeten. Ik heb gelezen vandaag dat de vaccins in Engeland al zijn goedgekeurd, die van Pfizer en BioNTech. Of BioNTech. En dat ze gaan beginnen vaccineren daar. Even nog laten weten, er is een boek aangekomen. Waar gaan we naartoe? En het is een boek waar ik aan meegewerkt heb. Ze hebben 43 inspirerende stemmen gevraagd om na te denken over de toekomst. Ik heb dat niet gezien. Waar gaan we naartoe? En de mensen die eraan meegewerkt hebben zijn... Paul Baten, een paar bekende namen ga ik zeggen. Hè? Rick Koolzaalt, Pedro de Bruyckere, Dominic Dekmijn, Tony de Koning, Dirk Drouwlands, Tom Palmaert, Sabine Peters, Thomas Molders ook. Maar Jan Tijdgat, Wouter van Bellingen, Maarten van Gramberen, Erika Vliegen, Hendrik Vos, Filip van Kouter. Amai, zeg dat ik ertussen mag staan. Hier, dit is de vraag die ze aan mij hebben gesteld. Hoe zien de social media van de toekomst eruit? Interessant boek. Allee, mijn hoofdstuk misschien wat minder, maar de rest is zeker interessant. Gaat lezen. Goedemorgen, Ray. Goedemorgen. Welke dag is het vandaag? Donderdag. Dat is een heel speciale dag. Om nu, als je klaar naar onze school komen, en op deze plaats met nog een Sinterklaas. Pas op voor je. Onze huis. Ja, mooi zeg. Even koffie zetten voor de poetsvrouwen die hier bezig zijn. Er is koffie aan het doorlopen. Wat er koffie aan het doorlopen is. Ah, dankjewel. Oh, het is vrijdag. Crazy week. Heel weinig gefilmd. Omdat ik heel veel thuis heb gezeten. Heel veel gewerkt gewoon. En vandaag is het niet anders. We hebben om 12 uur een meeting met Eastpak. Nu om binnen 2 minuten een meeting met Smart Safari. 10 uur teammeeting. Ik moet deze vlog nog beginnen monteren. Ik moet met de poes naar de dierenarts vandaag. Ik zou graag nog eens gaan lopen. En ja, nog 101 random dingen. Maar ja, bon. Wat moeten we anders doen? En de poes is hier ook. Hallo poesie. Alles goed? Kijk, poesje. We gaan straks naar de dierenarts, hè, baby. Ja, hè? Ja, ze heeft wel uitslag. Zo, zie je? Hier. Geen idee wat dat is. Ofwel heeft ze eczeem zoals mij, ofwel heeft ze huidkanker. Geen idee. Ik hoop dat niet erg is. Ik heb net 9 kilometer gelopen. Maar die is aan het bijten in de camera. Kom aan, wat de hel. En ik heb goed nieuws, want mijn nieuwe laptop is toegekomen. Dit is de MacBook van 2012. Nog steeds een fantastisch goede computer. Deborah gaat hem gebruiken om te designen. Dus hij gaat nog van dienst zijn. Maar om te monteren was het echt de hel. Ik had geen hoesting meer. Ik heb nog de Defender vlog liggen. Ik heb nog de Polestar vlog die ik moet monteren. Maar er zitten heel wat 4K beelden tussen. En met die computer gaat dat gewoon echt niet meer. Het is minder en minder hoesting om te monteren. Gewoon omdat je zo technisch... hoe zeg je dat? Technisch... give me the word. Je hebt niet de juiste toestellen om goed te kunnen werken. En dat sukt. En dat is zeer frustrerend. Dus ik ga hem zo'n beetje halen. Ik heb er echt zin in. Voilà, we zijn terug thuis. Wat dat ze heeft? Ja. Ze heeft navelbreuk. Echt? Ja. Dus dat bultje is navelbreuk en dat is niet van de sterilisatie. Maar dat is niet zo erg. Dat is een andere operatie moet hebben. Hebben. En die nutslag kan van alles zijn. Dus dat is het beste af. Maar het lijkt ook wel een beetje verbeterd weer. Ah, voilà. Ik ben dus naar de dierenarts geweest, maar... Ik nog belangrijker, want ik ben ook naar... naar de winkel geweest om de laptop te kopen die bijna 5000 euro kost. Kun je wel inbeelden voor een laptop. Crazy. Maar oh, kijk er naar uit om goed te kunnen monteren weer. En super nice.
Checkbar. Die Eingabetaste, um Deutsch als Standardsprache zu verwenden. Warte, in Deutsch als Standardsprache zu verbinden? Nein, danke. Wir gaan nu van het weekend installeren. Kijk, hij blijft mooi dicht.